Hey Blaze, denk jij echt dat wij 100 eieren kunnen vinden? Nou, het zal niet meevallen, maar zolang wij samenwerken is niets onmogelijk. Yeah! Ja, ja. Iedereen weet dat ik die 100 eieren vind en er vandoor ga met... Wacht. Wat kunnen we eigenlijk winnen? En de winnaar van de 100 eieren race krijgt... de grootste en lekkerste prijs aller tijden... de chocoladetrofee! Op jullie plaatsen... Ik heb er één en jij twee, die doen we bij de andere. En bereken dan de som en kijk hoeveel we er hebben. Crusher, zo te zien heb jij ook al veel eieren. Net als wij. Dat klopt. Ik heb al heel veel eieren. Eens kijken. Ik heb er een... Hier, Crusher. Gebruik onze rekenmachine maar. Een rekenmachine? Ha, laat eens zien. Ik heb er zoveel daar gevonden. Plus zoveel daar. Plus dit. Plus dat. Plus nog wat. Dat is... 99. Goed gedaan, Crusher. Dat zijn heel veel eieren. Dus voor 100 eieren heb ik nog maar één eitje nodig. Ik hoef er nog maar één voor de chocotrofee. Hey AJ, kijk ook eens hoeveel eieren wij nu hebben. Nou, we hadden 73 eieren. Toen vonden we er nog 26. En dat is bij elkaar 99. Wow, wij hebben 99 eieren, net als Crusher. Dus degene die nu als eerste een ei vindt, is de winnaar van de chocoladetrofee. Oh, ik moet het laatste ei vinden. Ik moet zorgen dat ik het sneller heb dan... Blaze! Oh nee, hij mag dat laatste ei niet eerder vinden dan ik. Ik moet nu heel erg vals spelen om hem te verslaan. Met deze mooie reuze robotbol. Wat jammer dat Blaze nu niet meer bij het ei kan. Wow, wat was dat? Het is een reuze robotbol. En hij gooit grote stukken groenten naar ons. Wow. Wieldoppen. We moeten snel langs die mol zien te komen. Want anders gaat Crusher met het 100ste ei vandoor. Hé, hey, ik heb een idee. We maken iets met sterke metalen messen die de groente in kleine stukjes kan snijden. Zoals een elektrische schaar. Oh yeah! Ik ben een elektrische schaar. Monster truck! Oké. Stap in, AJ. We hebben flink wat groente te snijden. Kijk uit, Blaze. Die robotmol gooit met grote uien. Tel je met me mee hoeveel uien we moeten snijden? Tel maar mee. 1, 2, 3, 4. Elektrische schaar, snij 4 keer. 1, 2, 3, 4. Het 100ste ei en het is voor mij. Dames en heren, trucks. Hier zijn de grote winnaars van de 100 eieren race, Blaze en AJ. En voor het vinden van 100 eieren, hier is hij, de prijs, de chocolade. Alsjeblieft, Blaze. Dat is nou nog eens een lekkere trofee. Kijk, daar
daar gaat de hete luchtballon. Oh, maar hij vliegt boven het water. We moeten iets verzinnen om hem over het water te kunnen volgen. En snel! Ik weet wat we nodig hebben. De snelste boot van de hele wereld. Een speedboot. Ja! We bouwen de onderdelen om van mij een speedboot te maken. Eerst bouwen we een planerende romp. Daardoor vliegt de speedboot als het ware over het water. Voor de planerende romp zeg je planerende romp. Planerende romp! Vervolgens maken we een propeller. Als de propeller draait, duwt hij de boot vooruit. Voor de propeller roep je propeller. Propeller! En tot slot nog twee krachtige motoren, zodat de speedboot supersnel kan. Voor de motoren roep je motoren. Motoren! Oh yeah! Ik ben een speedboot monster truck! Wow! Stap in, AJ. En geef deze speedboot maar plankgas. Oké! Oh nee, waar zouden al die kanonkogels vandaan komen? Ik denk dat ik het al weet. Het zijn die piraten. Arr, vuur het kanon af. Wow. Phew, die piraten schieten graag met kanonnen. Nou, ons kunnen ze niet raken, want ik heb een idee. Kijk, zie je daar die rots in het water? Die heeft precies de vorm van een schans. Ja, als we snel genoeg met onze speedboot over die schans varen, dan springen we zo over die piratenschepen. Kom op, we gaan ervoor. Activeer de snelheidsmeter. Om over het rode piratenschip te springen, hebben we een snelheid nodig van 30. We tellen in tientallen tot 30. Zeg mij maar na. 10. 20. 30. Okay. We zijn voorbij de rode piraten. Oh nee, Crusher en Pickle zijn al bijna bij de grote slijmvulkaan. Wieldoppen, als we ze op tijd willen redden, dan moeten we sneller. We verhogen onze snelheid helemaal tot 100. Tot 100? Wow, zo snel zijn we nog niet eerder gegaan. Maar we kunnen het wel, want wij hebben lichtsnelheid. Als je wilt dat ik met lichtsnelheid ga, zeg dan knallenblaze. Laten we kijken op onze snelheidsmeter of we wel snel genoeg gaan. Staat de wijzer van de meter nu op 100? Ja! We komen eraan, Crusher en Pickle! Jongens, hou jullie vast. Ballonnenfeest, we zijn onderweg. Bedankt. Oh, graag gedaan, Pickle. Blaze, ik voel me zo blij. Ik denk dat ik je maar een dikke knuffel geef. Graag gedaan hoor, Crusher. Kijk maar, het is mijn splinternieuwe videospel. Wow! Het heet Drakenredding. Het spel gaat over een heel vriendelijke draak. En die draak is dol op vliegen. Wow! Kijk hem vliegen!
Op een dag ziet hij een grote kasteeltoren. Maar als hij landt om de toren beter te bekijken, raakt hij opgesloten. Nou, wie wil er eerst? Oh, ik eerst. Oh, dit is vast hartstikke leuk. Ik ga de draak redden. Voorzichtig. Ja. Er ligt daar een bos modder. Oh nee, Crusher laat het spel vallen. En zo te zien gebeurt er iets grappigs met het videospel. Wieldoppen, de drie sleutels zijn uit het spel ontsnapt. Uh-oh, zonder die sleutels kunnen wij de draak in de toren niet redden. Hé, hey, rustig maar, draakje. We krijgen je heus wel weer uit die toren vandaan. Dat beloof ik je. Hoera! Wacht, maar hoe? Ja, die sleutels kunnen overal zijn. AJ en ik vinden ze wel. Toch, AJ? Ja, dan is het net als in het videospel. Alleen wij spelen het hier, in Exelstad. Kom je mee? We gaan een videospel spelen. Videospel Helden! Lees, kijk! Het is de toversleutel. We hebben hem bijna. Oh. Maar zo te horen moeten we nog langs één toverspreuk. Een spreuk die zorgt voor grote bellen. Wow! We hebben iets nodig om die bellen te laten barsten. Hé, hey, ik weet iets. We gebruiken geometrie en maken een zwaard. We beginnen met drie driehoeken. Om drie driehoeken te maken, roep je drie driehoeken. Drie driehoeken. En nu twee rechthoeken. Om de rechthoeken te maken, roep je twee rechthoeken. Twee rechthoeken. En tot slot vier parallelogrammen, zoals deze. Om vier parallelogrammen te maken, roep je vier parallelogrammen. Vier parallelogrammen. Oh yeah! We hebben een monster truck zwaard. Oké. We gaan die bellen laten barsten. Goed gedaan, Blaze. Nu is er nog maar één bel over. Maar die vliegt er vandoor met de toversleutel erin. Die sleutel laten we niet zomaar gaan. Want wij hebben lichtsnelheid. Als je wilt dat ik met lichtsnelheid ga, roep dan... Knallen, Blaze. Knallen, Blaze. We hebben de sleutel! Kijk, hij verdwijnt weer in het videospel. En hij opent het laatste slot. Het is gelukt! De draak is weer vrij! Het is gelukt, AJ. We hebben de draak gered en het spel gewonnen. Wow, kijk dan, wat gebeurt er? Wow, het is de draak. Hij is hier in Exelstad. Om ons te bedanken voor zijn redding, wil de draak ons graag meenemen voor een vliegtochtje. Wow, dat wil ik wel. We zijn bijna klaar. Er is nog maar één muur over. De muur van taart. Die taarten zijn echt super zwaar. De voorlader redt het vast met meer kracht. En hij krijgt zijn kracht door de hydraulische cilinders. Om al die taarten te kunnen tillen, hebben ze een kracht nodig van 10. Kom op, tel mee tot 10. 1, 2, 3, 4... 6, 7.
7, 8, 9, 10! Gelukt! Phew, gelukkig maar dat ik al die extra kracht had. Kijk, Blaze! Daar zit een pokkenbot! Snel, we zetten ze uit! Yeah! Oké, we hebben 3 bakkenbots uitgezet! Yeah! Goed gedaan, Blaze! Maar wat gaan we nu doen met al dat gebak? Ik help jullie wel. Het is debris. Oh, la la, wat een puinhoop. Debris is een vuilniswagen. Hij kan ons helpen met al dat gebak. Toch, debris? Oui, dat is wat ik doe. Jullie laden me vol en ik breng het weg. Voilà, dat ruimt lekker op. Merci voor de samenwerking. Doei, debris. Bedankt. We moeten die bakkenbot uitzetten. En snel ook. Maar hoe doen we dat zonder dat we geraakt worden door een taart? Ik weet het. We kijken naar een kogelbaan. Overal vizierzicht. Eén taart komt terecht op het roze kleed. Eén op het paarse kleed. En één komt terecht op het blauwe kleed. Dat betekent dus dat we veilig zijn op... het rode kleed! Oké! Kom mee, we gaan verder! Kijk uit, Blaze! De bakkerbot gooit nog meer taarten! Kijk goed naar de kogelbaan. Welk kleed wordt niet geraakt door een taart? Het paarse kleed, ja! Goed zo! Zet hem op, Blaze! We zijn er bijna! Taarten in aantocht! Vlug! Welk kleed wordt niet door een taart geraakt? Het blauwe! Ja, geen kruimeltje! Kom op, Blaze! Nu kun je bij zijn uitknop! Oké! We hebben de laatste bakkenbot uitgezet! Ja! AJ, dat was echt fantastisch. Jullie hebben de bakkerbots gestopt. Hoe kan ik jullie ooit bedanken? Ach, ze hadden het verdiend. Ja, een koekje van eigen deeg. Huh? Blaze, wat doen we met al die taart in het park? Ik weet het. Met lichtsnelheid ruimen we hier alles bliksemsnel weer op. En om mij met lichtsnelheid te laten opruimen... roep knallen, Blaze! Knallen, Blaze! Toverstok! Oh, maar ik mag Pikkel's toverstok niet pakken zonder te vragen. Ach, voor één klein trucje dan. Ik bedoel, wat kan er fout gaan? Even denken, wat was die toverspreuk ook alweer? Dat was... Abra... Abraka... Oh, ik weet het! Abraka, paarse popcorn pyjama! Wacht, dat klopt niet. Dat is vreemd. Mijn ballon is veranderd in heel veel ballonnen. En
ze nemen me mee de lucht in! Oh, oh. Watson de Peppers! Die koolspaghetti verandert in... een spaghetti-tornado! Oeps, dat ging niet zoals ik wilde. Nou ja, er is in ieder geval niets met mij. Alle moeren, kijk onze vrienden. Ze zijn in gevaar. Oh nee, iemand heeft mijn toverstokje gepakt en een verkeerde spreuk gebruikt. Rustig maar, Pikkel. Ik ken iemand die de toverspreuken kan herstellen om onze vrienden te redden. Echt waar? Wie dan? Pikkel de Geweldige! Pikkel de Geweldige? Ha! Dat ben ik! Kijk, daar is Crusher! Hou vol, maatje! Wow! Uh-oh, die grote pompoen heeft de achtbaan kapot gemaakt. Slotbout, we moeten de baan repareren als we Crusher willen redden. Snel, we gaan meten. We leggen de meetlat bij het begin van het gat in de baan. Nu volgen we de cijfers tot het eind van het gat. Daar, bij het cijfer 4. Dat betekent dat we een stuk nodig hebben van 4 meter om de baan te repareren. Dat is een klus voor mij en mijn toverstok. Abracadabrikkel! Wauw! Ik heb heel veel stukken gemaakt. Nu gaan we kijken welk van deze stukken 4 meter lang is. Welk stuk loopt precies tot het cijfer 4? Het paarse stuk, ja! Het loopt precies tot daar, tot het cijfer 4. Hoera! Oh, om dat laatste stuk achtbaan te repareren hebben we wel een heel groot stuk baan nodig. We hebben een stuk nodig van 7 meter lang. Op hoop van zegen, Abracadabrikkel! Welk stuk is 7 meter lang? Het blauwe stuk, ja! Ja! Hij is gemaakt! Nu kan ik eindelijk mijn beste vriendje Crusher redden! Voordat hij van het eind van de achtbaan afrolt! Om Crusher te redden, moeten we supersnel zijn en lichtsnelheid gebruiken. Wow! Als je wilt dat ik met lichtsnelheid ga, zeg dan... knallen, Blaze! Knallen, Blaze! Daar heb je hem! Vlug, zeg me bij de toverspreuk! Roep... Abracadabrikkel! Wat ben ik blij om je weer te zien, zeg. Gaat het wel een beetje, Crusher? Ja, het spijt me dat ik zonder vragen je toverstok heb gepakt. Ah, dat geeft toch niet. Maar de volgende keer moet je het vragen. Dan kunnen we samen de toverspreuk uitspreken voor iets heel erg leuks. Zoals dit. Abracadabrikkel! Het is groen, dat kan springen op een schoen. Iets niet te heet, maar wel goed eetbaar is oké. Abracadabrikkel, Abracadabrikkel, toverij. Ik ben straks de schoonste truck aller tijden. Dat ziet er niet goed uit. Kijk uit! Dit fout. De wasstraat is kapot. Kapot? Oh, nu blijf ik voor altijd vies. Weet je, natuurlijk niet voor altijd. Hey Blaze, als jij de weggeblazen onderdelen kunt vinden, dan kan ik ze weer monteren. En doet de wasstraat het weer. Mooi. Je kunt op ons rekenen, Gabby. Nou.
Mijn gevoel zegt dat die watersproeiers hier ergens in de buurt moeten zijn. Aha! Daar heb je ze! De watersproeiers staan bovenop dat gebouw. Hey Blaze, hoe krijgen we ze daar weer vanaf? Ja, dat gebouw is echt ontzettend hoog. Ik weet wel iets. We gebruiken deze schans. Ja! Als we heel snel over de schans rijden, dan schieten we zo omhoog. Op dit moment heeft de schans een hoek van 5. Dat is niet genoeg. Om hoger te springen, hebben we een hoek nodig van 20. We tellen per 5 om de hoek groter te maken. Tel maar met me mee. 5. 10. 15. 20. Naar achter iedereen. Ik spring wel. Nu gebruiken we de schans om de watersproeier daar te pakken. Om hoog genoeg te springen, moet onze schans een hoek hebben van 30. Tellen jullie mee per 5 om naar 30 te gaan? Doe maar mee. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Wacht eens, jongens. Nu mag ik. Er is nog één watersproeier over. Wow, kijk hoe hoog gebouw! Geen probleem, jongens. AJ en ik redden dat wel. Om zo hoog te kunnen springen, heeft de schans een hoek nodig van 40. Tellen jullie met ons mee? We tellen per 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. AJ, geef me plankgas! Yeah! Watersproeier, jij gaat met mij mee! Yeah! Hartelijk dank voor je hulp, Blaze! Graag gedaan! Kom, we gaan de wasstraat repareren! Hoera! Ja! Ziezo, alle onderdelen zitten weer op hun plek. Kom op, Blaze, zet maar aan. Daar gaan we. Ja! De wasstraat is eindelijk weer klaar voor gebruik. Kom mee allemaal, dan gaan we ons wassen. Yeah! Hier is Cowgirl. Kom maar op. Dat vele zon! Was het kietelt! Darrington! Ik weet niet wat dit... Wat ben je dan? Dit is echt lekker! Nu ben jij aan de buurt, Blaze! Yeah! Zet hem op, Blaze! Oké, daar gaan we! 1, 2, 3! Oh ja! Oh, hier nog een stukje. Ja! Yeah! Ziet er goed uit, Blaze. Iedereen schoon! We bouwen raceauto's. Profieloze banden. Supersterke motoren! Aerodynamische vormen! Oké, om van mij een raceauto te maken, roep... Raceauto! Een raceauto! Geweldig! Yeah! Wow! Dat ga ik ook proberen! Darrington! Ik ben een raceauto! Yeah! Yeah!
Start de motoren. Let op de vlag. En stop niet voor je op de arendsrot staat. Op jullie plaatsen. Klaar. En af. Raceauto's. Ik hoor de vogeltjes fluiten. En ik hoor de kikkers kwaken. Zeg, hoort zaag zagen. Een zaag? Maar wie gaat er nu zagen midden in een race? Crusher! Dit zagen jullie vast niet aankomen. Snap je? De rivier stroomt wel heel snel. En we treffen verder en verder weg van de race. Uh-oh, hoe nu stoppen? We hebben iets nodig dat we kunnen gebruiken als een anker. Ja! Als een boot zijn anker in het water laat zakken, graaft het anker zich in de grond en remt het de boot af. Zeg, jongens, ik weet wat we als anker kunnen gebruiken. Een moersleutel. Goed bedacht, Starla. We gaan kijken of het lukt met een moersleutel. Daar gaat hij! Kijk, de moersleutel graaft zich in de bodem van de rivier. Hé, hey, we gaan al langzamer. Wat is nu onze snelheid? Met een moersleutel als anker is onze snelheid nu zo groot als dit nummer. Welk nummer is dit? 8, juist! Maar om te stoppen moet onze snelheid afnemen tot 0. We proberen iets anders. Arr, we hebben nog een anker nodig. Eén die zich nog dieper in de bodem ingraaft. En dat moeten we snel vinden, want we drijven richting een waterval! Hey jongens, is dit misschien geschikt als anker? Deze schep? Ja, die schep zal zich vast diep in de bodem graven. Een schepje er bovenop! Oeh, schep graaft diep. Moet je kijken. Het zorgt dat onze snelheid zakt naar dit nummer. Welk nummer is dat? 0. Kijk, we stoppen. Yeah! Oeh, en kijk eens daar beneden. Daar is de racebaan. Kom op, volg mij maar. Ja! Daar is hij, de arendsrots. Wow. Sorry, spatlappen. Niemand houdt mij tegen op weg naar de top. Oh nee, Crusher is al bijna bij de finish. Zo te zien is het de hoogste tijd voor lichtsnelheid. Ah. Ja. Ja. Wil je dat ik met lichtsnelheid ga, zeg? Kanalen, Blaze! Kanalen, Blaze! Dat is de finish! Ik ga binnen! Het allermooiste is, we deden het samen. Raceauto's! Knaller! Yeah! Wieldoppen, daar is de brand. We moeten er meteen naartoe. Ik heb jullie nodig om met lichtsnelheid te gaan, zodat we supersnel naar die brand op de brug kunnen. Wil je dat ik met lichtsnelheid ga? Roep knallen, Blaze! Knallen, Blaze! Hou vol, brandweerwagens! We komen eraan! Alarmbel, er is iets mis. We horen snel wat er is. Een echte held vindt nooit iets zwaar. Dus dag en nacht staan wij voor je klaar. Ga aan de kant, er is brand, hulp is op. Er is iets aan de hand, ons is moe.
De wagens blijven blussen. Ja. Oh, kijk, daar is Blaze. Hoera! Hij is er! Gelukkig. Blaze meldt zich, commandant. We zijn klaar om te blussen. Fijn dat je er bent, Blaze. Goed, kom mee. Dan blussen we die brand voor eens en voor altijd. Ja! Absoluut! Woehoe! Kom op, jongens. Hou je brandslang klaar. Blussen, Blaze. Ja! Yeah! Wow! Uh-oh, dit gaat niet goed. Ik zit zonder water. En ik ook! Wieldoppen, en ik heb ook geen water meer. Oh nee! We zitten allemaal zonder. Dit is niet best. Wat moeten we doen, commandant? We maken een plan. Om de brand te blussen hebben we meer water nodig. En snel! Blaze, kijk daar eens. Die tanks zitten vol met water. Goed gezien, AJ. Hou vol, brandweerwagens. We zijn zo terug. Succes! Zet hem op, Blaze! Om de brand te kunnen blussen hebben we heel veel water nodig. Met mijn vizierzicht kunnen we zien hoeveel water er in de tank zit. Overal vizierzicht. Vizier, laat maar eens zien wat de inhoud is van deze tanks. In deze tank zit 50 megaliter water. En in deze tank 100. En in deze tank 70. Welk cijfer is het hoogst? 50, 100 of 70? 100, ja! Dat betekent dat er in deze tank het meeste water zit. Hij heeft de meeste inhoud. Snel, AJ. Maak de slang vast aan de watertank. Komt voor elkaar, Blaze. Zo, je hebt nu weer water. Goed zo. Kom gauw mee. Dan gaan we met dit water die brand voor eens en altijd blussen. Joehoe! Kijk, commandant. Blaze is terug. Dat klopt. En we hebben meer dan genoeg water om de brand te blussen. Woehoe! Super! Oh. Ga opzij, jongens. Laat Blaze de brand maar blussen. Doe maar, Blaze. Je kan het. Ben je klaar, AJ? Ja, hoor. Dan gaan we die brand even blussen. Zet hem op! Yay! Je kan het! Schuif de ladder omhoog. En draai de kraan maar open. Vlammen maar, vlammen maar. Hulp is zonder. De hulp, er is iets aan de hand. Hoogste spoed is bereist, dus ga snel aan de kant. Vlammen maar, vlammen maar, yeah, yeah, yeah. Vlammen maar, vlammen maar, yeah, yeah, yeah. Vlammen maar. Oh, yeah! Het is gelukt, Blaze. De brug is gered. Hoera! Yeah. Brandmeester. Dat was een van de moedigste acties die ik ooit heb gezien. Bedankt, commandant. U kunt altijd op ons rekenen. Geef me de band. Yeah! Ja! Ja! Goed gedaan, Blaze. Er lag iets onder die hooibaal verstopt. Het lijkt wel een oude kaart. Een kaart? Bedoel je soms een schatkaart? Ja! Alleen leidt deze kaart naar iets mooiers dan een schat. Hij leidt naar een racebaan. Wel botsende bumpers. Dat is racebaan de springende stier. Oeh, ze zeggen dat de racebaan de springende stier de coolste, de gaafste en wildste racebaan is die ooit is gebouwd. Dus als we de route op deze kaart volgen, dan komen we uit bij racebaan de springende stier. Precies. Maar shoo-wee. Om daar te komen, moeten we nog een flink eind rijden. Hé, maar we komen er wel. Zolang we samen blijven, houdt niets ons tegen om bij die racebaan te komen. Yeah! Zo is het, Blaze! Deze kant op, vrienden. Op naar racebaan de springende stier. Zie ons links gaan. Flink gassen, flink, flink.
De rode rotsenkloof is wel stil. Een beetje te stil. En het stinkt hier ook een beetje. Wow! Kijk uit! Kanonnen! Iemand probeert ons te bekogelen met stekende staal! Oh-oh! Dat zijn stinkdieren! We moeten hier wegwezen! Stinkdieren, blijf ons achterna zitten! Hoe kunnen we ze uit de buurt houden? Ik heb een idee. Kijk daarboven. Grote rotsen. Daarmee kunnen we de kloof blokkeren. Dan kunnen ze ons niet meer volgen. Moet je zien. Dit deel van de kloof is 3 meter breed. Dan hebben we een rots nodig van 3 meter om de kloof te blokkeren. Om een rots te vinden van 3 meter, zoek je op de meetlat naar het cijfer 3. Welke rots komt tot 3? Die daar, ja! Die is precies 3 meter! Ja! Het is weer gelukt! Kijk, daar is het eind van de kloof! Botsende pimpers! Dat is toch wel het stekendste steekdier van allemaal! Om hem kwijt te raken moeten we de kloof opnieuw blokkeren. De uitgang van de kloof is 7 meter breed. Welke rots is 7 meter? Die daar, ja! Dat is precies de goede maat! Ja! Tot ziens, stinkdieren! Racebaan de springende stier, welkom!